de weg kwijt. Help, help, waar moet ik heen? Yes. Yeah. Dat gaat niet weg met dat touwtje. Yo mensen, mijn naam is Selina en zoals jullie... Yo mensen, mijn naam is Selina en wij zijn hier nu in de stad en we gaan vragen wat mensen gaan doen als ze 1 miljoen euro zouden winnen. Let's go. We staan hier met... Ja. Willem-Ari. Fabienne. Zeg je? Dus, wat is uw naam? Joke van Teulen. Helga Hekman. Vrouw Vermeulen. Roos Zeelnat. Adrie Koning. De vraag is, wat zou u doen met 1 miljoen? Nou, ik heb net gezegd. Verandert het leven. Plaats broodje eten. Hoe noemen we dat? Met 1 miljoen zou u een broodje eten? Kan ook. Maar een broodje met speciale dingen. Dat was het. Dat zou u met 1 miljoen gewoon een broodje kopen met allemaal lekkere dingen erin? Nou, niet alleen broodje. Denk toch wel een mooie auto kopen. En wat voor auto zou je dan kopen? Een goede Audi. RS6 denk ik. En dan voor de rest wat je overhoudt op de bank voor later. Hè? Het is dat ik nog niet oud genoeg ben. Maar anders zou ik gewoon rustig een mooi huis kopen of zo. Maar ik denk dat als ik nu 1 miljoen euro zou krijgen. Ik denk kleren kopen, schoenen en geen idee. Ik denk ervan zou genieten dat ik 1 miljoen euro heb. Dat ik gewoon aan iedereen kan laten zien, kijk jongens. Op scheppen hoor. Ik heb 1 miljoen euro op mijn bankrekening. Nou, misschien een huis kopen voor mijn kinderen of mijn zoon. Ik heb maar één zoon. En misschien mensen helpen die geld nodig hebben. Zieke mensen en zo. Dat soort dingen. Zou je niks voor jezelf kopen? Nee, ik ben niet zo materialistisch. Ik zou ten eerste stoppen met werken uiteraard. En mijn kinderen en kleinkinderen helpen. Wat zou je dan precies voor ze doen? Zorgen dat ze een mooi huis hebben. Lekker op vakantie kunnen. En waar zou je dan op vakantie heen willen gaan bijvoorbeeld? Waar wilt u echt naartoe? Ik wil echt naar India. Een goede doelen geven. Wat voor mijn kinderen opzij zetten. Mijn kleinkinderen. En voor mezelf. En een mooi cruisetocht maken. Over de hele wereld. Dat geldt voor uzelf. Waar gaat u dat dan aan uitgeven? Een pensioentje als ik oud word, want dat wordt steeds minder. Nou, ik zou heel graag een klein huisje willen hebben aan het water. En voor de rest zijn we bezig met een heel groot project om mensen te helpen. Zieke, arme mensen. En daar zou ik denk ik wel in gaan investeren. Okay, en dat huis, is dat huis dan in Nederland of in een ander land? Nee, is gewoon hier ergens, maar het liefst aan het water. Als ik 1 miljoen euro had... Zou ik stoppen met werken? Ik ben er nu 62, die paar jaar, dat overleef ik ook nog wel. En misschien ergens een klein huisje kopen, een bungalowtje of zo. Ja. En een deel aan een goed doel. En die bungalow, zou dat dan in Nederland zijn of een ander land? Nederland. Ja, Nederland. Nederland, ja. En aan welke goede doelen zou u het... Er is een goed doel in Ermelo. En zo'n stichting die zit er... Die zit overal wel. Die zit ook in Almere, weet ik zeker. Dat is een stichting Paardrijden voor Gehandicapten. Nou mensen, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe allemaal een duigje. Nou mensen, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe alvast een... Alvast? Nou mensen, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yeah.